De vierde review van het IMF-programma met Suriname is gisteren afgerond en goedgekeurd. De Raad reageert positief ten aanzien van de begrotingsdiscipline die tot nu toe is getoond. Deze goedkeuring moet ook de volgende financiële tranche beschikbaar maken van ongeveer 53 miljoen Amerikaanse dollar. Volgens de afgesproken verdeling wordt ongeveer 33 miljoen US dollar beschikbaar gesteld als begrotingssteun en wordt ongeveer 19 tot 20 miljoen US dollar beschikbaar gesteld voor de internationale reserves bij de centrale bank. Minister Albert Ramdien van Bibes heeft donderdag een virtuele ontmoeting gehad met de ambassadeurs en consuls-generaal van de Republiek Suriname op de buitenposten. Bij die gelegenheid zijn de chefs de post geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond de Guyana-Venezuela grenscontroverse en zijn ook de nationale standpunten gedeeld. Minister Ramdien voert regelmatig overleg met de chefs de post over relevante beleidsinzichten en lokale ontwikkelingen, zodat de diplomaten Suriname en de visie van de regering effectiever en doelgericht kunnen uitdragen. Het ministerie van Economische Zaken heeft gisteren de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 16 december tot 29 december bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 48 SAD en 95 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 37 SAD en 15 cent betaald worden. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.